Weer Fraudiana Roei, in het oosten van het land voorspellen we dat het 28 à 29 graden wordt. Regionaal is het mogelijk dat de 30 graden wordt aangetikt waar die tropische temperaturen kunnen worden behaald. Dat kan in Limburg zijn, in de achterhoek, Twente of Brabant. De wind komt namelijk vanuit het zuiden en er wordt zeer warme lucht aangevoerd, benadrukt de meteoroloog van Weer Platza. Meteorologen hadden eerder al voorspeld dat het een goed weekend zou worden voor zonaanbidders. Maar de verwachte maximumtemperaturen zijn inmiddels op basis van nieuwe weermodellen nog verder naar boven bijgesteld. De gemiddelde verwachte temperatuur is zondag 25 graden. Dat wordt even wennen, want in mei is het aan de koele kant geweest, voorspelt zij. Bovendien moeten we volgens haar goed gaan smeren, de zonkracht is nu 7. Als je 10 tot 15 minuten in de zon zit, kun je al verbanden. Zowel zaterdag als zondag zijn volgens Louie prima stranddagen. Het is aan zee wel een stuk frisser. Daar kan het nog steeds zo'n 20 graden worden, vooral zaterdag zal het frisser zijn aan zee, want dan is er nog een zwak westelijk windje. Op zondag kan het ook aan het strand misschien zelfs zomers warm worden omdat de wind uit het zuiden waait. Voor wie van plan is om verkoeling te zoeken met een frisse duik in het zeewater, heeft Loei ook nog een boodschap. De temperatuur van het zeewater is echt nog aan de frisse kant, met 15 à 16 graden. Zondagavond wordt er in veel delen van Nederland weer regen en onweer verwacht. Het weekend zal vrijwel overal droog zijn, alleen zondag is er wel kans op een enkele onweersbui. De kans daarop is het grootst op de plekken landinwaarts. Waar de temperatuur het hoogste is. Het omweer wordt pas later in de middag of aan het begin van de avond verwacht.